We gaan tonen hoe je een programma met Macrolab moet voorbereiden aan de hand van een voorbeeld. De opdracht uh, luidt, rol een ruit. Een ruit is een vierhoek met vier even lange zijden. We gaan natuurlijk ons programma eerst een beetje voorbereiden op een blaadje papier. En daar schets je een ruit. Ja, dat hoeft niet helemaal precies te zijn, uh, want we moeten gewoon gaan uitzoeken bij elk hoekpunt welke koers moet worden gerold. Om dat een beetje te vergemakkelijken, we veronderstellen dat we starten vanuit het punt A. Kunnen we daar een hulplijn gaan tekenen? Dat is hier deze rechte. Dat betekent dat we daar koers 0 graden zouden hebben en die kant zou dan koers 180 graden zijn. Dus je kiest hier een bepaald hoek, bijvoorbeeld een hoek van 30 graden. We gaan die even aangeven. Dus vanuit punt A. Rol je een koers 30 graden aan een niet hoge snelheid 50%, want dan is de nauwkeurigheid van het rollen wel wat beter. Uh, we onthouden ook de delay van de beweging, bijvoorbeeld 2000 milliseconden, 2 seconden, want dat zal voor elk uh, lijnstukje, voor elke zijde even groot moeten zijn. Zo rollen we dus tot in punt B. En nu is de vraag: welke koers ga je moeten rollen om van het punt B naar het punt C te gaan. We gaan weer uh, zo'n hulprechte te tekenen daar. En we zien hier dat we dus inderdaad twee evenwijdigen hebben, en een snijlijn, en dan, daarvan weten we dat elke twee verwisselende binnenhoeken even groot zijn. Dus als die hoek alpha daar, die eerste hoek hier, 30 graden meet, ik toon dat even, dan moet die hoek daar in dat hoekpunt B, die moet ook 30 graden meten. En meteen ook, aangezien we hier een diagonaal hebben, het hoekje ernaast, zeg maar, deze hoek, die moet dus ook 30 graden meten. We kunnen nu euh, als volgt redeneren. Je hebt hier dus de koers 180 graden. Dit is een koers van 30 graden minder. Dus vanuit het punt B moet je een koers rollen van 150 graden. Gedurende 2000 milliseconden. En dan zou je, als alles goed gaat, moeten eindigen weer in C. De vraag is nu in het punt C aangekomen: welke koers moet je rollen naar D toe? We kunnen weer uh, gebruik maken van een hulplijn die zich bevindt in het punt C. En we kunnen weer verder redeneren met de hoeken. We hebben deze rechten en deze rechten die zijn even wijd. We hebben een snijlijn. Dat betekent dat de uh, verwisselende binnenhoeken daar even groot zijn. We gaan die even aangeven. Dus die hoek meet ook 30 graden. En meteen, dat dus zie je zo betekenis, deze hoek hier onderaan, die zou dus ook 30 graden moeten meten. Dus we gaan die ook even aangeven. Voilà. En nu is het niet zo moeilijk om te gaan bepalen welke koers we moeten rollen vanuit het punt C. Want dit zou een koers 180 graden zijn. Dit is er 30 graden bij. Dus dat betekent in het punt C moet je een koers rollen van 210 graden. Ook weer voor 2000 milliseconden. En dan komen we zo aan in het punt D. Vanuit het punt D moeten we weer rollen naar het punt A. En de vraag is: welke koers ga je moeten kiezen in punt D? We gaan weer verder redeneren met onze hoeken. We hebben hier twee evenwijdige rechten. Deze en deze. En dan zijn deze hoek hier en deze verwisselende binnenhoeken en dus even groot. Dus we gaan ze even aangeven. De andere hoek die ernaast ligt en die ook als hoekpunt het punt D, is, die is, punt D heeft, die meet dan ook 30 graden. En nu is het niet zo moeilijk. Dus dit zou hier een koers van 0 graden of wel 360 graden zijn. Dit moet, dit moet dus 30 graden minder zijn. Dus vanuit het punt D moet je kiezen voor een koers van 330 graden. Dit was het.